bij de herdenking van 25 februari op het Riffelplein spraken wij van TBN Prime Alert ook met verschillende NDP-toppers. Wat ze vinden van het feit dat deze dag niet langer een nationale dag is, maar wat ook volgens hun de verworvenheden zijn van 25 februari. We voeren nu naar dit verslag met interviews met verschillende NDP-toppers. Raj Mahangu legt de volgende interviews vast. Gewezen NDP-parlementariër Amsat Abdul, vindt u het een kwalijke zaak dat deze dag, 25 februari, geen nationale dag meer is? Ja, kijk, als NDP'er sowieso. Ik vind het een zeer kwalijke zaak. Ten eerste omdat wanneer men het heeft over consulteren van maatschappelijke organisaties, dan kan ik u meegeven dat NDP tot een van de grootste maatschappelijke organisaties gezien kan worden. We zijn een politieke organisatie, maar iedereen weet dat wij een instelling hebben dat heel sociaal-democratisch is. We zijn bezig met jongeren, met vrouwen, met ondernemers, noem maar op. Dus ik vind dat voordat het besluit genomen moeten worden, zou de NDP als partij wel geconsulteerd moeten worden in deze. Waarom zou volgens u dus 25 februari dan toch wel moeten behoren tot de nationale dag? Het is een heel markante dag. Het heeft gezorgd voor een omwenteling binnen onze geschiedenis. Het heeft ervoor gezorgd dat wij hier de escalaties niet hebben gehad tussen Hindustanen en Kriolen die wij in ons buurland en andere landen hebben gehad. Het heeft gezorgd dat de nationale eenheid behouden is gebleven. Het heeft gezorgd dat de natievorming in dit land vooral is ontwikkeld. Het heeft gezorgd dat de eenheid en de saamhorigheid binnen de verschillende bevolkingsgroepen behouden is gebleven. En dat is iets dat geen enkele andere politieke partij heeft kunnen doen. Dat is gebeurd vanwege de revolutie. Dat is gebeurd vanwege de ontwikkelingen die zijn voortgevloeid uit de revolutie. Ja. En wat u daarnet allemaal hebt aangehaald, heer Abdul, wat zegt u dus dan aan bijvoorbeeld de nieuwe generatie die niets weet over deze dag? Kijk, de nieuwe generatie moet zich sowieso gaan verdiepen in de geschiedenis van Suriname. Maar we weten ook allemaal dat de geschiedenis van Suriname op verschillende momenten niet goed beschreven is. Soms is het beschreven in het voordeel van de ex-kolonisator. Soms is het beschreven in een voordeel van een bepaalde groep. En dat moeten we voorkomen. Maar de nieuwe generatie kan ook zelf op onderzoek uitgaan, kan zelf gaan onderzoeken wat de revolutie heeft betekend, waarom de revolutie heeft plaatsgevonden, wat de verworvenheden zijn van de revolutie en waarom de NDP natuurlijk de idealen draagt die zij vandaag de dag draagt. En dat is heel belangrijk voor de nieuwe generatie, omdat de nieuwe generatie vooral ervoor zal moeten zorgen dat dit land verder wordt opgebouwd. Heer Abdul, volgt u de politieke ontwikkelingen op de voet? Jawel, ik zit in de staatsraad, niet meer in het natraject van de wetgeving, maar best wel in de voortraject van de wetgeving. En ik kan u mee zeggen, alle ontwikkelingen worden door mij goed gevolgd. En wat vindt u zelf ervan? Wel, ik vind dat er behoorlijk wat werk aan de winkel is voor deze regering. Ik vind dat deze regering, en ik heb een adviserend rol daar in de staatsraad waar ik zit, wat anders heeft beloofd aan het volk, ander beleid heeft geformuleerd en iets heel anders aan het uitvoeren is, datgene waarop zij dit volk niet hebben voorbereid. En dat is een zeer kwalijke zaak. Diana Lechang, vind je dat kwalijke zaak dat deze dag geen nationale dag meer is? Ja, best wel. Het is jammer. Het is jammer dat het zo besloten is. We hebben in ieder geval de overwegingen niet gehoord waarom dat zo is gedaan. Maar ja, dat is de regering. Dat is het regeringsbeleid. Het is niet een dag alleen voor de NDP'ers zoals het steeds wordt afgeschilderd. Het is een nationale feestdag. Het is eigenlijk een nationale dag. Het was een dag van omwenteling.
Het is een dag van, voor mij is het een dag van bezinning. En in feite, de gedachte van de revolutie is hoe moeten wij Suriname verder ontwikkelen gezamenlijk. Het moet op een andere manier, laten we afstappen van alle negativiteit, van corruptie, van nepotisme, van etniciteit en dat soort dingen. De revolutiegedachte is één van wij zijn allen Surinamers. En het is voor mij uitermate een dag dat aangeeft dat wij moeten werken aan nationalisme. En ik vind het jammer dat dat wordt geschrapt als zodanig. En ja, wat kan ik er nog meer van zeggen? Wij blijven het herdenken. En wij zien ook dat heel veel Surinamers datzelfde doen. En dat doet goed. U zei bezinnen waarover? Nou, precies zoals ik heb gezegd. Toch? Kijk, het land moet verder. We hebben zoveel problemen. De raciale tensions die er nu zijn, de economische situatie. We kunnen het alleen oplossen als we gezamenlijk doen. We kunnen niet oplossen door de vinger te wijzen naar een voormalige beleid. Het is een beleid geweest dat meer gericht is op de mens, het volk. Dit is weer een andere regering, een ander beleid. We moeten ophouden met steeds de vinger wijzen. We moeten gezamenlijk met elkaar. En dat is dat nationalisme gevoel dat de dag van de revolutie met zich meebrengt. Ik noem het dag van de revolutie. Maar dat is bij mij zo gebleven. Als u deze dag zou moeten verwoorden voor jong Suriname, de jongeren, wat zou u dan aan hun kunnen zeggen, of wat zou u ze uitleggen, als u dit aan jongeren zou moeten uitleggen over de inhoud en betekenis van deze dag? Nou, ik zou zeggen, verdiep je in de geschiedenis. Het gaat erom dat er een tijd was van heel veel corruptie. Het volk was ontevreden met de leiding van het land. Op een gegeven moment is er een omwenteling gekomen. Er is een hele ommekeer gekomen in gedachten van hoe moet Suriname nou vooruit. En dat kunnen wij alleen door samen te werken. Er waren spanningen tussen bepaalde bevolkingsgroepen. En die zijn eigenlijk ook na de revolutie steeds meer weggeëbd. Doordat het gevoel van samenwerken steeds groter werd. En ik denk dat dat een boodschap is die in heel Zuid-Amerika werd verkondigd. En Suriname was er niet een buitenbeentje van geweest. Wij hebben dat ook meegemaakt. En hoe feliciteer je het volk op zo'n dag? Nou, ik wens ieder een bezinningsvolle dag. Het gaat niet om feliciteren, het gaat om het herdenken van de gedachte. En voor mij gaat het echt om de gedachte van de revolutie. Ik weet niet hoeveel mensen de gelegenheid hebben gehad om naar Cuba te gaan. Daar is het gevoel van revolutie, van nationalisme, is zeer goed doordrongen tot alle lagen van de samenleving. En ik denk dat dat ook in Suriname het geval zou moeten worden. Willen wij met z'n allen de crisis die er ook nog zullen komen, zullen we overwinnen. Faya lobby in de hand. Waarom een Faya lobby? Dit moet symboliseren de liefde voor ons land. De vaderlandsliefde. Dat is wat deze beweging aanstuurt op zo'n belangrijke dag. Ja, u zegt een belangrijke dag. Vindt u het een kwalijke zaak dat het geen nationale dag meer is? Natuurlijk. Dit is een dag dat je niet ongekend kan laten voorbijgaan. Want dit is eigenlijk het fundament van een nieuwe periode dat was aangebroken in Suriname. Vernieuwingen. En het is een dag dat we niet kunnen vergeten. We kunnen deze dag niet zomaar voorbij laten gaan. Ja, en voor u zelf, persoonlijk, welke betekenis heeft deze dag? Voor mij is dit een enorm belangrijke dag, want de geschiedenis leert ons dat met deze beweging er een hele nieuwe manier van denken is gekomen in het beleid maken van Suriname, waar wij hebben geleerd om vertrouwen te hebben op eigen kunnen. Ja. Als u vooral de jonge generatie zou moeten vertellen over deze dag, wat zou u ze vooral vertellen over deze dag?
dat we moeten leren om zelf onze zaken te kunnen doen in het land. Dat wij verantwoordelijk zijn voor ons eigen land. De toekomst van ons land ligt in onze handen. Op zo'n belangrijke dag hebben wij geleerd dat mensen met een hart op de juiste plaats hebben gestreden voor een hele vernieuwing in het hele systeem van politiek Suriname. Geen nationale dag. Ja, zo makkelijk heeft men dit geschrapt. Zonder bij stil te staan wat de bedoeling is, de gedachte daarachter. En dat is jammer dat het op zo'n manier is gebeurd. We zijn een beschaafde samenleving. Als die regering andere bedoelingen heeft, dan laten we erover praten. Men zegt dat men maatschappelijke organisaties, groepen heeft geconsulteerd. Zonder de namen te noemen en noem maar op te zeggen. In ieder geval zou je toch de leider van de revolutie, de NDP, toch even daarover in gesprek moeten gaan. Maar zoals u daarnet ook hebt gehoord, er is vooral voor de jonge generatie en noem maar op. Men vergeet vaak heel veel. Ja toch? Er is heel veel gebeurd. Met name, je kan het hebben over het materiële vlak, maar zeker op het geestelijke vlak. Dat we een zoekende natie zijn naar eenwording, onafhankelijkheid. Dat zijn zaken die we tijd in acht nemen. Zeker zaken van dat die saamhorigheid, dat was één natie, één volk. Dat wij de natuurlijke hulpbronnen en al die mogelijkheden die we hier hebben, primair voor het Surinaams volk benutten. Ja, dat zijn onder meer zaken dat we met elkaar toch in goede communicatie, saamhorigheid met elkaar moeten optrekken. Als je dat soort zaken, en nog veel meer hoor, ik word het kort samengevat. Als ik dat aangeef, dan kan je maar alleen maar jammer vinden dat het op zo'n manier is gegaan. Het hoeft niet per se een vrije dag te zijn, maar er zijn andere vormen. Ja, toch? Dat hebben we altijd gezegd. Dus dat is op de vraag waarin. Heer Permisser, maar persoonlijk, wat betekent de dag voor u zelf? De dag is één tegen, net wat ik zei, tegen de achtergrond van dat we steeds op zoek moeten gaan naar die eenheid, naar die saamhorigheid, naar alle modellen, dat we met elkaar in goed overleg naar grotere hoogte komen. Niet alleen materieel, maar zeker ook geestelijk. Dat betekent die dag voor mij. Als u deze dag zou verwoorden voor de nieuwe generatie, wat zou u hun vooral zeggen over deze dag? Nou, deze dag, let op de bedoelingen nogmaals. En vooral de jonge generatie. Dit land, daar zullen jullie langer in moeten vertoeven en jullie kinderen. Ja. Ja, word een eigenaar van het land. En dat kan je alleen maar doen om samen met anderen van Atlantische Oceaan tot Tumakumakgebergte, van Nikeri tot Albina. Ja toch? Om met elkaar samen op te trekken. Kunt u een voorbeeld aanhalen van een van de pijlers van de revolutie die 41 jaar verder nog overeind staat in deze gemeenschap? Ik kan het over materiële dingen hebben. Dan kom je allicht op zaken zoals we geprobeerd hebben meer dan 100 kleine bedrijven op te zetten. En dan klinkende dingen zoals daarnet ook aangehaald zijn, zoals staatsolies, SZF, dat zijn de materiële dingen. Dat zijn zaken zoals, we kunnen noemen de brouw van de bruggen, infrastructuur, dat zijn zaken die er nog zijn. Maar het gaat ook daarom, en dat gaat de immateriële zaken, dat we steeds zoeken naar modellen, dat we de mogelijkheden die we hebben voor ons moeten benutten. Dat we de zaken moeten zoeken die ons binden dan die ons scheiden. Want samen moeten we optrekken. Dat we die vernieuwingen die we gepropageerd hebben, geïmplementeerd hebben. Dat we onze potentie wat in onze mensen zijn. Via onderwijs, via gezondheidszorgsystemen en noem maar op, verder verheffen. Dat zijn zaken die blijven continu op zoek naar verheffing, verheffing, verheffing. En nogmaals, misschien voor de derde of vierde keer. Niet alleen in materieel opzicht. Dat deze dag geschrapt is als nationale dag, verkwalijkt u dat? Nou, dat is triest. Ik bedoel, je kunt, men vergeet dat wij, toen we instelden, waren nationale feest- en gedenkdagen. Nu wilt u me niet zeggen dat dit geen gedenkdag zou kunnen zijn. Dat wil zeggen, het is niet gebeurd. Dus het is kortzichtigheid, mijn inziens, hoor, dat men
een dag als deze dat sowieso gebeurd is. Een hele verandering in de politieke situatie, sociaal-maatschappelijke situatie heeft teweeg gebracht. Maar gedaan alsof het niet gebeurd is en dus niet herdacht zou kunnen worden. Dus in dit kader van nationale gedenkdagen en feestdagen zou dit zeker een gedenkdag moeten kunnen blijven. En nu zoveel jaren verder, Heradin, de pijlers van de revolutie, welke staan volgens u nog steeds recht overeind in de huidige samenleving? Allemaal, u kunt nog herinneren dat toen we de verworvenheden uitbrachten, als u het boek gelezen heeft, is het boek opgedeeld in de vijf pijlers. Van politieke vernieuwing, sociaal-maatschappelijk, economisch, educatief en milieugedeelte ook. En als je kijkt naar alle verworvenheden, hebben we het netjes opgedeeld om de mensen te tonen. Dat wordt vanaf alleen in een vorige regeerperiode van 15 tot 20, dat in die categorieën, die pijlers de veranderingen gebracht zijn, politiek. Al zijn het de wetten die gemaakt zijn, al is het infrastructuur die gemaakt heeft, onderwijs, maar ook milieu. En heb ik toen beloofd, dan gaan we terug in de tijd, vanaf 80. En dan gaan we zeggen, dan gaan we weer dat allemaal vastleggen, ook daar de verworvenheden van 80 tot en met 2015. Om daar ook een boekwerk van te maken en te zeggen hoe de pijlers allemaal hebben uitgewerkt in tastbare resultaten. Ja. En als u dit zou moeten uitleggen aan de nieuwe generatie, wat zou u ze vertellen? Kijk, men moet begrijpen dat inderdaad vele jongeren zijn niet aan die tijd. Men moet begrijpen dat het koloniaal denken, en daarom is het een omwenteling, van wij zeggen van een koloniaal denken ook binnen de politieke sfeer, naar een decolonisatieproces, dat decolonisatieproces dat gestart is. En dat wil zeggen dat je op eigen benen kunt staan. En als je kijkt naar het beleid, en dat gaan jongeren wel begrijpen als men dus ziet af en Bakkerdam is overgenomen, toch? Energie, ook water, als je kijkt naar het ontsluiten van gebieden, dat daardoor de participatie van het volk op eigen benen staan iets is dat al uitgevoerd wordt, maar de bron ervan wel heeft gelegen in 80, waar we hebben gezegd nee, we moeten vanuit een eigen gedachte, eigen ontwikkelingsrichting, en dat is wat men toen noemde progressief, en nog steeds progressief, we zien nog steeds krachten die werken om te zeggen laten we maar weer afhankelijk zijn van allerlei gelden die daar, we hebben gezegd nee, laten we op eigen kracht proberen iets te doen. En dat kunnen de jongeren wel zien in het resultaat, maar kennelijk niet begrijpen vanuit de bron. Maar wanneer is dat begonnen? En ik denk dat als men dus meer verdiept in de dag, meer verdiept in de geschiedenis, en daarvoor hebben we vele nog levende mensen die erover kunnen praten, toch? Zodat dat teruggegrepen kan worden voor de jongeren. Persoonlijk voor u, wat betekent deze dag? Nou, deze dag is opnieuw weer een dag om stil te staan bij de gedachte achter de revolutie. Het heeft te maken met het moment waarbij een groep jonge officieren en militairen toen hebben in feite hun leven op het spel hebben gezet om een keer een omwenteling te brengen in de situatie toen. Maar die gedachtegang achter die revolutie is nog steeds één waarbij we in ons leven, ons dagelijks leven persoonlijk, maar ook in het land, steeds revolutionair moeten zijn, steeds revolutionair moeten denken en omwentelingen, veranderingen moeten blijven brengen in zaken die waarvan we vinden dat ze, dat kinkie moest kinkie, daar komt het op neer. Dat is deze dag om ons steeds te herinneren aan de gedachten van toen, maar ons te inspireren om dat ook nu in ons dagelijks, maar ook politiek, sociaal, maatschappelijk leven mee te nemen. En het wegschrappen als een nationale dag, wat zegt dat dan nu? Oh, is de dag weggeschrapt? Ik bedoel, als een nationale dag. We zijn hier, de dag is er. En als je vraagt, als een nationale vrije dag, nou, de regering heeft gevonden dat ze dat voor dit moment willen doen. Maar je kan niet in de geest van mensen gaan. Kijk om je heen, er zijn toch wel behoudens de COVID-beperkingen, honderden mensen hier. Die met volgens mij een simpele oproep, kort dag hier naartoe zijn gemobiliseerd. Omdat het een dag is dat staat, bestaat. Ik heb in een eerder interview gezegd, je kan wat doen aan een bepaalde dag, maar de geest, de gedachte, daar kun je nooit en nimmer aan komen.
En ik ben heel erg tevreden, heel erg goed gestemd door de aanwezigheid van de mensen, de boodschap die we hebben gehad en de boodschap die we moeten meenemen na de dag van vandaag. Dus wat dat betreft geloof ik is de beperking die men heeft gezet geen beperking dat een belemmering is geweest voor de Adenki. En Adenki moest gomorrow varen, dat is de boodschap. Was 25 februari 1980 er niet geweest, hoe zou Suriname er nu zijn en of hebben we nu eruit zien? Nou, zoals we de boodschap hebben gehoord natuurlijk, anders. Ik ben iemand, ik hou van geschiedenis. Hè. Ik heb veel gelezen. Ik lees nog steeds veel. Maar zeker in de studieperiode is dat een gegeven. En uit mijn studie, uit mijn leren, maar ook uit de ervaring die ik van dichtbij, vanuit de NDP heb meegemaakt, van diegenen die dichtbij de revolutie zijn geweest, weet ik dat de revolutie een noodzaak was om inderdaad die omwenteling te brengen. Natuurlijk, de politieke tegenstanders zullen daar anders tegenover staan. Dat begrepen we, vandaar dat ze nu ook hebben bewogen van, hey, je hebt me toen omver gegooid, waarom nu een nationale dag daarvoor? Dus ja, dat is het politiek spel, maar als we als oprechte Surinamers naar de zaak kijken, weten we dat de politiek, economische en sociale ontwikkeling van toen, één was dat niet goed was, kort na de onafhankelijkheid. We weten dat de etnische spanningen alleen maar toenamen, we weten dat er heel veel corruptie was, we weten dat er heel wat vriendjespolitiek was, we weten dat die samenleving ontevreden was. Maar ook de ex-kolonisator was ontevreden om te zien hoe na de onafhankelijkheid, zo kort daarna, de regering zou komen, En daarom dat ik denk dat deze jongens als jonge Surinamers zijn opgestaan voor die omwenteling. Dus was die revolutie er niet, hadden we anders Suriname. Was die revolutie er niet, geloof ik wel dat de ideologie dat we zaken moeten bouwen op eigen kracht als Suriname breed, ongeacht onze afkomst, dat nu zo zijn zoals het in andere landen was. Dus ik ben blij dat we dit hebben gehad. Laat me zeggen, elke stap in de geschiedenis van een land is één die er had moeten zijn. Met allerlei groeipijnen, allerlei leermomenten, allerlei voor- en soms tegenspoed. Het is deel van het groeiproces. Dus dit is kort na de onafhankelijkheid ook deel geweest van het groeiproces. Alles wat ervoor en daarna is gebeurd ook. Belangrijk vind ik nog meer om zeker als jonge, zeg maar verantwoordelijke, nu parlementariër, om de leiders op te roepen om de lessen in ons groeiproces mee te nemen voor de toekomst. Dat is wat we moeten doen, zodat we één, de goede zaken kunnen meenemen. De revolutie heeft ons geleerd productie, eenheid, saamhorigheid, vaderlandsliefde, waar ik ook heel veel voor sta, bouwen op eigen kracht. Het heeft ook mindere ontwikkeling gehad daarin, dat moeten we ook meenemen. De periode voor de revolutie heeft dat gehad, de periode na de revolutie heeft dat gehad. Een verantwoordelijke leider moet nu kijken naar zijn geschiedenis. Dat niet de hele dag op tv benoemen, allerlei show van maken, maar oprecht minimaal leren en proberen met de lessen, met de voorspoeden, de zaken die we als voorspoedig kunnen typeren, voor te gaan voor een beter Suriname.